Kwarteltjes klaarmaken, opgevuld met couscous. Maar die couscous gaan we voor de helft gebruiken als salade. En de andere helft van de couscous opmengen met de kippen gehakt. En dan gaan we eentje gebruiken als farse voor onze kwarteltjes. Okay. Dan die couscous hierin doen. En ondertussen kan ik je nog een beetje aan het werk zetten. Ja, weet. En je zin om worteltjes te rassen. Natuurlijk. Voilà, zeg. Voilà, ik heb hier mijn couscous. En we gaan hier een klein beetje van onze zaatar kruiden aan toevoegen. Die typische lekkere aroma's geven van de Arabieren. Kijk, ik er hier zijn. En nu gaan we hier onze kippenbouillon aan toevoegen. Ik kan dat niet in één keer doen. Dat moet schoon het gemak kunnen zwalen eigenlijk. Hè. Nu, de verhouding is altijd de helft de helft. Dus is dat een kilo couscous is een liter van je kippenbouillon. Goed mengel. Worteltjes in schuil. Ja. Super. En nu mag je ze schuin snijden, als je ze hebt. Kan hier nog een beetje look. Kan hier mijn laurierblaadjes. Een stuk of drie in doen. Voilà. Mijn look niet te veel tralala. En natuurlijk, heel belangrijk, onze komijn. Ja. Mag ook schone portjes in zijn. Voilà, rijkelijk. Klein beetje olijfolie. Die worteltjes mogen erin. Ja. En dan onderzetten heb je heel klein beetje water. Nee, ik denk dat mooi op met een papiertje, een bakpapiertje, dat dat mooi kan stomen eigenlijk. Een soort van dekseltje. Voilà, maar dichter. Ja. Ik heb een beetje garnituur. Hier mooie abrikozen en die dadels. En dat is niet gewoon in blokjes. Dat ja. Ondertussen heb ik hier een klein pannetje. Ik ga die en onze pijnboompitjes erin doen. Het zal beter uit dat het een klein beetje aanbakt. Ik vind de Arabische keuken eigenlijk ook wel tof, hè? Ja, ja. Een beetje Noord-Afrikaans, Libanees. Ja. Tof van die keuken vind ik ook dat je enorm speelt met het zoete en het extreem zuur. Hè. Dat is juist. Voilà, een deel van de couscous gaan we dus gebruiken als salade. Dus ik ga dat hier in deen gaan we mooi loswerken met een beetje olijfolie. Want het is belangrijk dat je couscous altijd mooi losmaakt. Hè. Ja. En nog een beetje peper en zout, of is het? Ja, maar dan nog van alles bij doen. Oei, dat komt er niet zo op. Doe maar. Mag ik? Ja, doe maar, doe maar. Nog? Goed, goed, zo. En nu maak je de helft van die confit citroenen. En de helft van die abrikozen en dadels. Ja. Doe er maar bij. Nog een beetje van mijn zaatarkruiden erbij doen. Lekker zuur. Extra. De sumac. Dat zijn kleine rode besjes die een enorme zure smaak geven. Oké. Okay. Ah, die rozijntjes er ook bij? Ja, een beetje. Ja. Ongeveer dezelfde hoeveelheid. Doe maar nog, hè. Ja. Heel goed. Oké. Okay. En voor de extra frisheid aan te geven, altijd belangrijk verse kruiden. Misschien een beetje munt. Platte peterselie. Koriander. Nee, dat mag dan allemaal in die salade. Ondertussen heb ik ook nog een andere couscousbereiding en dat is onze farse. Ja. Dus dat is echt de bedoeling dat we hiermee de kwarteltjes mooi gaan opvangen. Ik heb hier een beetje kippen gehakt. Ja. Dus ongeveer de helft de helft. Dat fruit mag er ook allemaal bij, die abrikozen, citroen en dadels. En onze pijnboompitjes. Oké. Okay. Mag er ook allemaal bij. Ja. Voilà. Hier ga ik ook weer een beetje van onze zaatar kruiden bij doen. En onze extra zure rode bestjes.
de sumac. Goed mengen. Dan hebben we gember. Een beetje harissa. Straffe chili. Pikant, ja. Voilà. En heel belangrijk voor mijn farce is dat ik hem binden. Normaal doe je dat met kippeneieren, maar voor in de sfeer van de kwartels te blijven, hebben we hier uiteraard onze kwarteleitjes. Yes. Voilà ze, onze farce goed mengen. En nu gaan we therapeutisch. Ja. Onze kwarteltjes vuil. Bon, zie je een goede vuilster? Ik ga het proberen. Maar... Dus het is de bedoeling dat we onze farce hierin stoppen. Je kunt het natuurlijk doen met een spuitzak, nog misschien gemakkelijker. Ja. Maar met dat ik geen spuitzak mee heb, gaan we dat de artisanale manier doen met een lepel. Voilà. Mooi in de poep. Right. Oké. Okay. Ik ga ondertussen beginnen aan onze lakkagesaus. Ik heb hier een beetje honing. Ik ben mega fan van honing. Ja? Ik ben emker. En mijn eigen bien. Dus, het is zalen. My favorite. Soja. Soja. Dus de soja mag daar goed veel bij doen. Ja. The big secret. Hoorten toch? Ja. Is dat pikant? Nee. Enfin, dat is macht. Moet ik proeven? Een beetje. Echt, mijn zoon is eraan verslaafd. Maar is het pikant of niet? Sweet. Dat is lekker. Hè? Dat is lekker. Nou, perfect balans. Zoet, zuur, max. Een beetje van mijn marmalade. Die kwartels kunnen leggen. Ja, maar eerlijk toegeven, op koken met de dag niet roos, heeft ze van ook altijd chopjes dat nooit kunnen. Is dat? Al de moeilijke dingen dat ze zelf niet kunnen, zeggen ze, het is nog dat niet zo moeilijk eigenlijk, ja, want voilà. Het is een beetje prutswerk. Kijk, dat is, als je met andere chefs van samen koken, dan zeg je, hey, al de lastige dingen geef aan je collega. Heerlijk. Het is nog niet klaar, hè. Maar ik wil eens extra vullen, hè. Ik weet niet, dat had niet anders kon kunnen. Kijk, ja. Weet je wat, als therapie moet mag ik, je... Persen, twee sinaasappelen persen. Oei, wat is dat? Dat gaat binnen mogelijkheden liggen, pijzig. Voilà, hier gaan we ook een beetje van onze zataarkruid nog bij doen. Ik ga die nu een keer laten opkomen. Ja? En het grote geheim... Moet dat een beetje dikker worden? Ja. Het grote geheim, echt wel, voor een goede lakkage, is... Maizena. Ook mijn worteltjes zijn bijna klaar. Het is heel belangrijk uit die worteltjes... Klaar maak met sinaasappel, dat je echt pas op het einde die sinaasappel erbij doet. Want anders door het zuur van je appelsina, haar je worteltjes niet. Dus het is echt het einde. Oké. Okay. En bij mijn lakkage ga ik nog een klein beetje zesten doen van mijn sinaasappel. Uiteraard altijd bio-sinaasappels gebruiken. Als je de schil op eet, heel belangrijk. En dat moet nu even inkoken, ook die Ja, laat staan. Voilà, mijn lakkage kookt. Ik ga er nu een klein beetje van mijn maïzena doen. Het enige dat ons nog rest is onze kwartels te vullen. Ja. Hé. Niet ik, simpel. Kan ik vullen? Om kijk toe ben. En ben je toe. We zijn er bijna, hè. De worteltjes zijn ondertussen helemaal gaar. Ja, ruikt super lekker ook. Quality control. Mega. Voilà ze. En met veel liefde aan het ondermengen. Ik ga nog een beetje peper en zout op onze kwartels doen. Ik heb mijn voorkeur al zeker nog grof zout. Ja, oei. Voilà. Met mijn kwarteltjes. Gewoon een keer kleuren. Ja. Eerste twee zijkantjes. Ja. Zijkant, zijkant. Even de borst en dan op de rug. Ja. Hoe lang gaat dat nodig hebben, ongeveer? 20 minuutjes, ongeveer.
Wat dat ook heel belangrijk is, is dat je er nu geen vetstof op doet. Ja. Want anders, als je dat doet, loop je lakage ervan. Voilà, de kwarteltjes zijn schoon gekleurd. Ah ja. Als ze nu een directje leggen. En nu gaan we het vuur verminderen. Ja. Dat we mooi langzaam verder haren. En natuurlijk haar zijn van binnen. En dan ga ik hem toedoen, een beetje minder van temperatuur. Je kunt dat op het gemak verder gaan. En nog altijd niet te lak? Nee, de lak is echt pas op het einde. Voilà, de kwarteltjes zijn bijna klaar. Oh, yes. Dus het enige dat me nu nog rest, is dat mooi te lakeren. Ik zie een beetje kunstzinnig hier. Kun je goed schilderen? Deze van. Ja, voilà, mag ik. Kijk, voilà. Nu nee, moet je niet inhouden. Je mag er een serieuze, lage lakage op. En je ziet duidelijk, doordat die maïzena erop zit, ja, de lakage dat pakt onmiddellijk. Hè. Dat is een van de grote geheimen. Bij Canard-laké doen ze dat ook. Hè. En nu zou ik nog even stekstel toe doen. Goed zo. Want die honing gaat ze een beetje beginnen karamelliseren. Ja. En toch gaat dat. Let mijn lipje noemen ze dat. Heerlijk. Voilà, zie, die kwarteltjes zijn schoon gelakkeerd. Opa. Ja. Ja, Pees, om er moet er nog iets bij? Ja. Iets van groen? Koriander? Of... Doe maar, hoe dat? Doe maar. Voilà. En de koning koriander heb ik. Voilà, ze. Machtig. Kijk hier, ze.